Het heengaan van NPS-lid Walter Cornelis Pengel laat zeker een leegte achter voor de partij. Dit zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland. De organisatie heeft op zijn begrafenis afgelopen woensdag dan ook dank en hulde gebracht aan deze Surinamer voor zijn inzet en arbeid. Pengel heeft volgens Rusland een bijzondere bijdrage geleverd aan de partij en de Surinaamse politiek. Hij was recht door zee en heeft de partij waardig uitgedragen. Hij stond steeds klaar voor de partij en heeft verschillende functies bekleed, zegt Rusland. Eigenlijk is hij vanaf klein jongen kwam hij mee met zijn ouders naar het partijcentrum. En daarna heeft hij zich bezig gehouden met vooral politieke activiteiten in het district Para. Dat zijn toch wel favorite district was. En later is hij binnen de partij opgeklommen. Eerst als ondervoorzitter van het congresbestuur. Dat is het hoogste orgaan voor betreft de besluitvorming binnen de partij. Daar werkte hij dus onder leiding van de heer Rufus Nooitmeer. Maar toen meneer Nooitmeer in 1993 kwam te overlijden, toen werd de heer Pengel, Walter Pengel, waarnemend voorzitter van het congresbestuur. In 1997 hadden we verkiezingen binnen de partij en toen werd hij formeel als voorzitter van het congresbestuur gekozen en heeft die functie ingevuld tot 17 juni 2012. Daarna was hij, zoals hij gebruikelijk deed, gewoon adviseur, gevraagd of ongevraagd, aan de leiding van de partij. Heeft wel enorm veel inzet gehad. Heel intensieve tijden gehad, vooral in, je weet, NPS is djugu djugu. En vooral in die tijden heeft hij wel goed leiding kunnen geven aan het congres, om toch wel zaken in goede banen te leiden. Aldus NPS-voorzitter Gregory Rusland, met wie wij spraken over het heengaan van NPS-lid Walter Cornelis Pengel. Volgens Rusland laat hij zeker een leegte achter voor de partij. Pengel werd 77 jaar.